Ik ben net in Middelburg geweest bij onze goede vriend van het team, Koen. En om daar schuim op te houden. Alleen het zijn wat meer plaatjes dan ik aanvankelijk had gedacht om nog een beetje moeilijk mee te kunnen rijden. Dus ik moet nu nog een uur in deze houding terug naar onze werkplaats rijden. Maar dan, dan kunnen we ook lekker gaan beginnen met het maken van nieuwe spanten. Ga ik met Willem nieuwe spanten vacuumeren. Ik ben nu alvast nieuwe spantjes in schuim aan het voorbereiden. Ik heb voor achterin gezaagd. Deze even gedubbeld, zodat beide kanten precies hetzelfde worden. Nu moet ik ze alleen nog perforeren, want dan kan de hars mooi van de onderkant van de tafel door de plaat heen trekken naar de bovenkant toe, waar uiteindelijk wordt afgezoogd door de vacuumpomp. De spanten die we vanavond gaan proberen te maken zijn de eerste twee spanten die onder de kuip komen. Dat zijn relatief lange lengtes, dus die kan je gewoonweg niet alleen maken. Wat bijzonder is aan vanavond is dat we gaan proberen twee spanten tegelijkertijd te maken op één avond. En dat zijn dan relatief lange lengtes die niet in één keer alleen op de vacuümtafel kunnen. Dus wat we gedaan hebben is een T-stukje gehaald om de vacuümleiding te kunnen splitsen in een aantal van deze kraantjes om het vacuüm te kunnen regelen. Dan gaan we op een aparte tafel een tweede spant maken. Net zoals bij het eerste spant herhalen we voor de tweede. Een beetje de weken van de side project. Watersport TV heeft gevraagd of het leuk zouden vinden om een dag op de ISPA te staan, want daar staan ze met een eigen stand. En om leuk voor de dag te komen hebben we onder andere teamkleding geregeld, speciaal voor de ISPA. En gaan kijken of we een reclamezuiltje kunnen maken, zodat we iets meer zichtbaarheid hebben voor de bezoekers. Van harde kunststof ga ik de voet en de bovenplaat maken. Het is vol rood. En je hebt dat in diverse kleuren. Je kan dat kopen bij verschillende bouwmarkten. Wij kopen het meestal bij de Hornbach. Het is makkelijk te bewerken materiaal. Het splint het niet. En je kan het met de bandschuurmachine mooi vormen. Dus daar gaan we het standje deels van bouwen. Na het nodige zaagwerk ontstaat er al een echt steentje. Alleen de bestikkering nog. Het is vrij vroeg, het is vandaag zaterdag, het is 7:30 en ik ben onderweg naar Tim. Daar vandaag mee samen naar de ISPA te gaan. Watersport TV heeft gevraagd of we het leuk zouden vinden om vandaag een stand te bemannen en daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Hey, leuk dat je weer kijkt. We zijn vorige week naar de ISPA geweest en we hebben een hoop met leuke mensen gesproken. Ook met enthousiaste volgers van ons project. Gelukkig kunnen we deze week weer klussen, want vorige week is er helaas niet zo heel veel van gekomen. Ja, behalve dan door de week. Ben is nu bezig met het schuren rondom de kielbox voor de laatste laag laminaat. Hoi Ben. Hoi. Ik heb reeds de laatste stukjes vezeldoek, pasvezel geknipt. En die gaan we er zo meteen overheen plakken. Eerst schuren we de harde randen nog even weg. Tim heeft er al echt zin in. Tim is nu bezig met het voorbereiden van de hars, zodat we zo dadelijk in de kont van de kielbox nog een keer in het glas kunnen zetten.
is zondag en ik heb werkelijk echt overal spierpijn van het schuren van gisteren. Maar vandaag ga ik de spant op maat maken die ik met Willem van de week gemaakt heb. En aan de hand van dat kan ik eigenlijk pas meten wat we nog nodig hebben aan lengtes. Zodat ik volgende week weer samen met Willem de resterende spanten zou kunnen maken. Dolf komt vandaag ook en die gaat beginnen met het schuren van het onderwaterschip. Tim die gaat vandaag het laatste fillet leggen binnen in de boot, zodat we eigenlijk kunnen beginnen met het vastklassen van de keelbox. Past het? Of past het niet? Het zou niet veel groter moeten zijn dan dit. Ja. Nou, dat past dus wel niet. Nee. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.